voel je lichaam. Voel je lichaam. Voel de adem. Laat de ogen nog even gesloten, echt bij jezelf. Visualiseer dan bij elke diepe inademing een helder wit licht wat binnenkomt via je kruin en wat zich helemaal door je systeem verspreidt. En op elke uitademing laat je los wat je niet dient. Zie jezelf al als een boom waar het witte licht via de kruin naar binnen komt op de inademing. En op de uitademing laat je los via je wortels datgene wat je niet dient. Herhaal het een aantal keer voor jezelf, net zolang dat je voelt dat elke vezel tot op je DNA-niveau zich verheldert met het witte licht. Sluit de ogen. En op elke inademing visualiseer je een helder wit licht dat via je kruin naar binnen komt. En op de uitademing laat je datgene los wat je niet dient via je wortels. Op de uitademing. Nog één keer heel diep in. Vul jezelf met het witte, heldere licht. Tot in elke vezel stroomt hij door. En adem dan helemaal uit. Het laatste beetje wat je niet dient, laat je los. De adem laat je deze los. En ook in de aarde laat je deze los. De handen bij elkaar, wrijf deze warm om in te tunen met Om Namo Gurudev Namo Anat Kurenave. Duimen tegen het borstbeen, lichte druk op de handen. Adem diep in en helemaal uit. En in om te beginnen. Om Namo Gurudev Namo. Om.
Gurudev Namo. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudeve Name, Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudeve Name, Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudeve Name. Adem diep in. Hou de adem even vast. Voel de vibratie. En wees helemaal hier. En adem rustig uit. Hou de ogen nog even gesloten. Dan ga ik jullie rustig meenemen. Deze set. Bomen hebben hele krachtige energie. Elke boom heeft ook zijn eigen energie. De kracht van de eik is dat hij heel standvastig is, maar ook ruimte geeft voor onze eigen energie. Dus de eik is echt ook een boom die ons dient in zijn energie. En vandaag gaat de Kriya gaat over wilskracht, oftewel vastberadenheid ook wel, om dat stuk te ondersteunen, om die kracht van die eik met ons mee te nemen. Nou, een eik is een boom ook die iedereen eigenlijk wel kent. Ik denk dat iedereen wel, als hij zijn ogen sluit, wel een moment kan herinneren waar hij bij een eik heeft gestaan, of misschien wel eikenboom heeft geplant, als kind of als volwassen persoon. Iets met een eik, we zullen allemaal daar een herinnering aan hebben. Ga daar ook even naartoe. Ga even naar die herinnering. Misschien wel je eerste herinnering met een eikenboom. Ga daar even naartoe om even daar de verbinding te voelen met die boom. Als kind misschien wel. Als tiener. Als volwassene. Waar was jij met deze boom? Hoe zag die eruit? Kijk naar zo'n schors. Die mooie ribbeling die die heeft, die kracht ook die daarin zit, die mooie kronkels die ze takken hebben, hoe die uitwaaieren die takken naar alle kanten. Hoe staat deze boom erbij? Welke energie voel je? Als het een jonge boom is, zal de energie uiteraard anders zijn dan een oude boom. Zitten er al eikels aan de boom? Of nog niet? Zijn ze al gevallen? Ligt de grond bezaaid met eikeltjes? Groen misschien nog, of misschien al bruin, waarbij ook bladeren liggen. Neem deze energie van deze boom, van de eik, omdat we er niet fysiek bij kunnen zijn, met je mee tijdens deze sessie. Waarbij de krachten, de woorden om de energie eigenlijk te beschrijven van de eik, om ons daarmee te verbinden, zijn vastberadenheid. Onder andere. En daarbij ook kracht en levensenergie. De eikenboom kan immers heel oud worden. Hele krachtige levensenergie heeft deze. De eik heeft ons gediend door alle eeuwen heen, op allerlei fronten. Het is een hele dienende boom, zeker ook qua brandstof, maar ook qua hout voor meubels, voor woningen, voor schepen, voor gereedschap, voor
vloeren. Het is op allerlei manieren wordt het nog steeds gebruikt en is het in de oudheid ook gebruikt. Het is een boom die ons ook heel erg dient en voedt. Niet alleen de mens, maar ook de dieren en de plantenwereld. De eikenboom heeft in de gematigde temperaturen, gematigde zone waarin wij leven, is het een van de weinige bomen die meer dan 500 insecten en dieren huisvest of voedt. Waaronder vogels, maar ook gewoon kleine insecten, torretjes, die zich allemaal daar een huisvest en een thuis hebben in deze eik. Het is dus een hele belangrijke boom voor onze wereld. De eiken die voeden de eekhoorntjes onder andere zich mee, maar ook de mens heeft zich van oudsher daarmee verbonden en de voeding ook uit de eikels gehaald. De eikels kunnen als meel vermalen worden. Eerst wordt de tannine daaruit gekookt en uiteindelijk gebruikten we dit om brood mee te bakken. En ook wordt het soms gebruikt als substituut voor koffie. Dus ook voedt het ons als mens, kan het je ook voeden. Je kan nu nog steeds eikels rapen en nog steeds ze koken en vermalen tot een meel voor brood. Het heeft een hele specifieke smaak, een aardse smaak. Zelf. En daarbij is ook de eik, in het Keltisch is het woord voor eik, wordt ook wel, is verwant aan het woord deur. En deur zegt eigenlijk zoveel dat ook de eik een hele krachtige boom is als deur naar andere bewustzijnniveaus. Dat is ook zo mooi, daarom heb ik ook de eik gekozen voor vandaag, omdat we het over stilte hebben en over onszelf en de verbinding in onszelf. En de eik helpt ons daar heel erg mee. En het is ook een deur naar een hoger bewustzijn en andere bewustzijnniveaus. Dus het helpt ons daarbij. Als we kijken ook naar de eikels, is ook bijvoorbeeld iets wat vroeger gedaan werd. Werden alle varkens, werden de eikenbossen ingestuurd om zich te voeden. Zich vet te mesten voor de winterperiode. Dus in de herfst gingen alle eikels werden dan opgegeten. Om zich vet te mesten voor de winterperiode. Waarbij natuurlijk ook, als we naar het vlees kijken, ook daar natuurlijk de mens werd gevoed. Dan wordt hij ook verbonden met de goden van de hemel en de donder. In Scandinavië is dat Thor. In Griekenland is dat Zeus. In de Kelt is dat Taranis. Dus ook daar heeft hij een verbinding met de goden, ook een heel belangrijk iets. Dus die kracht die daarin zit in die boom, wordt ook verbonden aan diverse goden die weer in verbinding staan met deze boom. Ook heeft de boom een hoog elektriciteitsniveau. Ik kan het niet exact uitleggen, maar hij wordt vaker dan andere bomen ook aangetrokken en getroffen door donder en bliksem. Hij heeft dus een hoge verbinding daarmee, een hoge frequentie. Dus nogmaals, levensenergie, kracht en vastberadenheid. Dat is wat de eik ons biedt qua energie. Op energieniveau kunnen we ons daarmee verbinden. We kunnen daar dus ook energie uitputten. Elke keer, we gaan de kriya zo direct doen, naar de opwarming. En ik vind het belangrijk dat elke keer als je even de verbinding kwijt, misschien wel met jezelf, maar ook met de adem, ga dan ook weer terug naar de eikenboom. Pak elke keer weer de eikenboom even terug. Visualiseer die boom elke keer als je daarmee bezig bent. Dat jij zelf ook die krachtige eik mag zijn en kan zijn. In jezelf zit die kracht ook. Ik zal daar uiteraard naar verwijzen elke keer. We gaan deze kriya starten met een opwarming met de zonnegroet. De zonnegroet is ook heel goed voor de winter- en de herfstperiode, voor het seizoen, om ons op die manier op te warmen, elk onderdeel van ons lichaam. De kriya en de warming-up zijn alle twee staand, ook om ons meer in de verticale vlakte te verbinden met de kracht van de boom en ook echt met onze voeten op de aarde te staan. Ik wil je vragen, als je de sokken nog niet uit hebt, om de sokken uit te doen. En echt met blote voeten te voelen. Ik ga maar eens even staan. Ik zal even mijn scherm iets kantelen.
staan met de voeten. Sluit de ogen weer even. Spreid de handen iets uit. De vingers ook gespreid. De voeten stevig op de grond. Als je nog niet stevig staat, verzet je je nog even. Voel je de toppen van je voet. De hiel van de voet. Totdat je goed stevig staat. De knieën licht gebogen. Adem diep in. En voel jezelf daar staan als een krachtige boom. Standvastig, vol met levensenergie, vastberadenheid. Je voelt de energie in je hele systeem, in je kruin, tot je tenen, de wortels die groeien in de aarde. Je kan ook hier nogmaals op de inademing de energie naar binnen halen, op de uitademing. Groeien je wortels dieper en dieper de aarde in. Om je nog steviger te laten staan. Doe dit voor jezelf 3 keer. Een diepe inademing en uitademing. Voel jezelf krachtig staan. Letterlijk wortels schieten. Binden met de aarde. De aarde die onder je huis zit, onder de vloer, die gedienstig ruimte geeft aan ons mens zijn en heel de natuur. Als je 3 keer diep hebt ingeademd en uitgeademd, gaan we starten met de zonnegroet. We ademen diep in, we strekken onze arm omhoog. We ademen uit, de handen naar beneden, naar de voeten. We kijken naar voren, dezelfde houding, uitademing. We springen naar achteren aan de plank. En van de plank gaan we door op de inademing naar de cobra. Liggend. Dan zien we dat natuurlijk niet meer. Uitademing. Gaan we door. Naar de driehoek. Goed de hielen op de vloer. Billen mooi omhoog. Rug recht. Voel de spanning. 5 diepe in- en uitademingen. Kijk naar de navel. Laat het hoofd ontspannen. 5 diepe in- en uitademingen. Vijf diepe in- en uitademing. Spring je naar voren tussen de handen. En van daaruit de rug recht. Kijken we weer naar voren toe. En op de uitademing naar beneden. En op de inademing weer omhoog met de handen. En uit. En nog een keer in. En uitgestrekt naar voren toe met de handen. Inademing, kijk je naar voren. Uitademing, spring je naar de plank. Inademing, naar de cobra. Buik op de grond. Goed zo. En de inademing ga je naar de driehoek. Uitademing naar de driehoek, excuus. Billen mooi omhoog. Maak de driehoek zo mooi mogelijk. Benen gestrekt. De spanning, 5 diepe in- en uitademingen. Dus je eigen tempo. Als je 5 diepe in- en uitademingen hebt gedaan, spring je naar voren. Tussen de handen, hoofd naar beneden. Uitademing, kijk je naar voren. En inademing, kom je weer omhoog. En uit. Doe hem voor jezelf nog 3 keer in je eigen tempo. Dat kan snel zijn, dat kan langzaam zijn.
kracht en de energie stromen door je lichaam. Heel mooi. Als je 3 keer hebt gedaan, blijf je even staan, handen naast je. Voel je even rustig na en scan je jezelf nog een keer. Hoe voel je je nu? Hoe is je lichaam, je ademhaling, je energie? Adem dan diep in en helemaal uit. Voordat we starten met de kriya wil ik je vragen om even de camera zo te zetten dat ik jullie helemaal kan zien. Anders is het voor mijzelf heel lastig om te zien hoe jullie de oefeningen doen. Bijna alle oefeningen zijn staand, dus het is fijn als ik jullie in ieder geval helemaal kan zien staand. Dank daarvoor. We beginnen met de oefening staand. Een hele simpele oefening. We hebben de ogen gesloten. We zorgen dat we stevig met onze voeten op de grond staan. Het kan ongeveer heupbreedte of heupwijdte, maar of iets minder. Voel maar dat je stevig staat. De armen zijn luchtig en losjes langs je lichaam vallen deze. De kin is iets in. En we gaan van links naar rechts met het hoofd. Ogen zijn gesloten, kijk naar het derde oog. Dat doen we vrij snel. Alsof je echt ja-nee schudt. Snelle beweging. Voor zover dat kan. Gaan we van links naar rechts, van boven naar onder. Ook weer snel. Boven naar onder.
Omhoog en omlaag gaan we nu met het hoofd. Snelle beweging weer. Omhoog en naar beneden. Heel mooi. En sta ondertussen krachtig als een boom die stevig geworteld staat. En je hoofd beweegt. Adem je diep in, kom in het midden met je hoofd. En helemaal uit. Nog een keer diep in. En helemaal uit. De volgende oefening is rennen op de plaats. Daarvoor heb je nodig of een stoel die je even vastpakt van boven. Of je gaat met je handen tegen de muur aan staan leunen. Het liefst een boomstam, maar die hebben we binnen niet. Dus wat we dan doen is, we hebben eigenlijk onze handen daarop gesteund. En we gaan met onze voeten, met onze hielen, gaan we onze billen raken. Dat gaan we een tijdje doen. Dus zorg dat je een goede steun hebt waar tegen je aan staat. Het is het beste om echt een steun te hebben. Dus noods de muur. Een stoel, een kastje waar je tegenaan kan staan, maakt niet uit. En probeer die hielen tegen die billen aan te laten gaan. Echt probeer omhoog. Sluit de ogen. Het gaat wat warmte genereren. Heel mooi. Hier komt ook kracht, maar ook vastberadenheid naar voren. En tegelijk de levensenergie die aangewakkerd wordt. Je eigen tempo, het hoeft niet enorm snel. Maar omdat je een soort van rent, zit er natuurlijk wel een degelijke snelheid in. Hou vol. Visualiseer die boom waar je tegenaan staat. De eikenboom die je steun nu geeft en kracht geeft. Ga door. Heel mooi. Nog even te gaan. Laat de energie stromen. Ga door. En visualiseer anders dat je doorgaat. Dat je rennend op de plaats jezelf van energie voorziet. Energie aanwakkert en doorgaat. Heel mooi. Keep up. Je lijf kan het.
Visualiseer die boom die je kracht geeft om door te gaan. Levensenergie en vastberadenheid. Laatste minuut. Ren nog even door. Daarna is er ruimte om tot rust te komen. Visualiseer dat je perfect doorgaat. Dat je perfect die hielen tegen de billen slaat. Jezelf kleine schopjes geeft. Al rennend. Laatste seconde. En beide benen op de grond, adem diep in. En helemaal uit. Nog een keer diep in, span de moelabanden ook aan, anus exorgane navel in. Hou even vast die adem, voel die energie. En helemaal uit. Nog één keer in, adem diep in, span de moelabanden. Adem vast, laat hem circuleren. En adem helemaal uit, ontspan. Dus dan schud je de handen en de benen nog even. Blijf even staan, sluit de ogen en voel even rustig na. Laat je hartslag rustig worden, adem rustig worden. Kom even terug in je lijf, observeer je lichaam. Prachtig staan als die mooie eik. Adem diep in en helemaal uit. Blijf mooi rechtop staan als die boom. De voeten zijn nu ongeveer 50 centimeter van elkaar af. Stevig staand. Op de inademing gaan we met onze linkerhand naar onze rechterheup. En dan zwaaien we ook de rechterhand naar buiten. Op de uitademing zwaaien we de rechterhand naar de linkerheup en die naar buiten. Ogen zijn gesloten. Kijk het naar het derde oog. Zie het als zwaaiende takken in de wind. Waarbij je kern stevig staat. Je stam stevig blijft. Heel mooi. Je eigen tempo.
zit lager bij je heupen. Onder de buik. Je raakt jezelf ook echt aan. In een flow, een ritme voor jezelf met de adem en de beweging. Heel mooi. Ga nog even door. Laatste 30 seconden. Wees krachtig, stevig, graceful. En adem diep in, beide handen langs je lijf. Adem even vast, voel de energie. En adem helemaal uit. Voel even rustig na. Voel energie in heel je lijf. En adem dan diep in. En helemaal uit. En visualiseer die eik. Die krachtige eik. Die ook jij bent. We gaan met onze handen op de dijen. Gaan we gebogen staan. Op deze manier. Het hoofd is iets naar voren gericht. Je kijkt een beetje naar voren. Ogen zijn wel gesloten. En dan gaan we op, dit is de inademing, dit is de uitademing. Dan strekken we onze benen, rechten we onze rug. Het hoofd blijft een beetje hetzelfde. Dus het hoofd zit vredelijk vast aan je romp. Inadem, uitadem. Inadem, uitadem. Je kijkt naar voren steeds met je hoofd. En je handen liggen op je dijbenen. Een ritme van de ademhaling en de beweging. De benen zijn op de inademing licht gebogen. De uitademing zijn ze gestrekt. Heel mooi. Kijk naar het derde oog.
heel goed van onze rugspieren. En adem in door de knieën nog steeds in de houding. Adem diep in. Houd de adem even vast. Zet de Mula Bandha aan. Houd de adem vast. Ontspan. Nog een keer inademen zo op deze manier. Houd de adem vast. Zet de Mula Bandha aan. Aan de seksorgane navel. Voel die bovenbenen. Laat de energie circuleren. Adem uit. Laatste keer. Adem diep in. Houd adem vast. Mula Bandha. En adem uit. Ontspan. Kom even recht staan. Schud desnoods ook even. En vergeet niet te drinken. Voel even rustig na. Adem diep in en helemaal uit. Voor de volgende oefening gaan we de cat cow doen, maar dan staand. Waarbij we onze handen achter ons, het liefst nog onder, ons, onder je knieën hebt zelfs. Dus op je kuiten eigenlijk, als het kan. Zo niet, dan doe je ze bij je knieën of hoger. Kijk even waar je handen een plek vinden. En dan hebben we de inademing. Dan gaan we in de koe en de kat op de uitademing. Je begint met je staartbeen en je gaat helemaal door je rug heen als laatste je hoofd. Dus cat cow in de staande positie. Benen blijven gestrekt. En vanaf je staartbeen door de rug heen als laatste je hoofd. Heel mooi. Om je echt inderdaad vanaf het staartbeen door de rug heen de beweging te maken. Hoe klein de beweging van de rug ook is in deze houding. Hij is kleiner dan dat je op handen en voeten zit. Of knieën en voeten. Of knieën en handen. Maar hij is er wel. Sluit de ogen. Kijk het naar het derde oog. Zie het als een knop aan de boom die langzaam open gaat en weer sluit. Knoppen van de boom voordat de bladeren komen. Die zich doen ontluiken aan de takken. Mooi. Laatste minuut. Door. Of je
Visualiseer de beweging in je lijf. Heel mooi, laatste stukje. En ademen we in, onze rug rechts. Ademen we diep in, hou de adem vast, trek de molle banden aan. En adem uit, nog één keer diep in. En helemaal uit. En kom rustig wervel voor wervel. Rustig omhoog in staande positie. Voel even rustig na. Scan je lijf weer. De ademhaling. En adem diep in. En helemaal uit. En nog steeds met onze voeten op heupbreedte. En we hebben de handen op de schouders met vingers naar voren, duimen naar achteren. En dan gaan we op de inademing naar links. Buigen we zo. En de uitademing buigen we naar rechts. Zo ver als je kan. De heupen gaan ook ietsjes mee. Een rustige beweging. Is goed voor de nieren en de lever. De ogen zijn gesloten. Inademen naar links. Uitademen naar rechts. Eigen tempo. Hou de onderarmen zo parallel mogelijk aan de vloer. Heel mooi, ga door. En kom in het midden, adem diep in. En helemaal uit, ontspan de armen. Diep in. En helemaal uit. Dan gaan we nog een keer met onze handen op onze schouders. Vingers naar voren, duimen naar achteren. En nu doen we de spinal flex staan. Dus op de inademing gaan we naar links. Op de uitademing gaan we naar rechts. In je eigen tempo. Maar hij mag krachtig. Mooi. De voeten staan nog steeds op heupbreedte. Krachtig en stevig.
Spinal flex, maar dan staand. Inademen links, uitademen rechts. Heel mooi. Alsof de wind in je kruin flink tekeer gaat. En adem diep in, kom in het midden. Houd de adem even vast, zet de Mula Bandha ook aan. Ontspan helemaal. Handen naast je. Voel even rustig na. Scan je lichaam weer. Hoe standvastig sta je? Adem dan diep in en helemaal uit voor de volgende oefening. We staan nog steeds op heup, breed met onze voeten, stevig. We hebben onze handen naast ons en daar maken we vuisten van. En dan gaan we cirkels van boven, van achter naar voren draaien met beide handen. De ademhaling is gewoon diep en lang. De beweging mag krachtig en snel zijn. Ogen zijn gesloten. Kijk het naar het derde oog. Grote cirkels met de handen, met de armen. Vuisten. Armen mooi gestrekt. Heel mooi. Achter naar voren. Visualiseer dat je het perfect doet. Beperking je niet helemaal kunt doen, visualiseer hem dan. Heel mooi. De handen in vuisten. Ga door. Achter naar voren. Lange, diepe ademhaling.
strek de arm omhoog. Adem diep in. En helemaal uit. Even rustig na. Schud eventueel nog handen, voeten, benen, armen los wat nodig is. Blijf wel mooi recht staan. Voel even rustig na. Visualiseer jezelf als die krachtige boom, of dat je voelt dat de eik achter je staat om je kracht en levensenergie en vastberadenheid te geven. Dat je het energieveld bent van de eik. Adem diep in en helemaal uit. We staan met onze voeten ongeveer op 60 centimeter van elkaar af. Zorg dat je stevig staat. We gaan naar voren toe met onze romp, met onze bovenlichaam. We hebben de handen, de armen ongeveer op 60 centimeter, 60 graden ongeveer naar achteren. We hebben ze open gespreid. Palmen zijn omhoog. En we gaan ze dan heel snel in vuisten dicht en open. Dat is de beweging. Je kijkt naar voren toe. Ogen zijn wel gesloten. Kijk naar het derde oogpunt. En adem is even goed diep en lang. Je spreidt de handen open en je maakt hem dicht. Open, dicht, open, dicht, open, dicht, open, dicht. In deze houding. Heel mooi. Kijk eens met je hoofd alsof je naar voren kijkt, maar de ogen zijn gesloten. Heel mooi. Weer zo recht mogelijk de romp naar beneden. Echt een 90 graden hoek met de romp. Alleen die hand gaat open en dicht. Dat is de enigste beweging die er is. Een hele goede voor je vastberadenheid en je wilskracht. Je lichaam gaat je van alles vertellen. En toch ga je door. Heel mooi. Even krachtig staan, lang en diep ademhalen. Laatste stuk. Bij die kracht. Heel mooi. En adem diep in. Strek de handen helemaal uit naar achteren. Blijf zo staan. Trek de Mula Bandha nog aan. Adem uit. En dan kom rustig omhoog. Schud de benen desnoods even los. De handen. Voel even rustig na. Scan jezelf.
diep in. En helemaal uit. We staan nu met onze voeten helemaal tegen elkaar aan. Zorg dat je stevig staat. Echt als een vaste stam. Je bent ook helemaal eigenlijk recht voor de rest. De rug is recht. De schouders mooi ontspannen. En de enige beweging die we doen is we gaan helemaal met ons hoofd. Helemaal naar achteren toe. En die laten we zo hangen. En dan gaan we de mond dicht. De ogen zijn wagenwijd open. En visualiseer je maar dat je onder een eik staat. En het dak boven je ziet van de takken en de bladeren. En dan gaan we op deze manier de vuurademhaling doen. Dus een touwtje aan je buik. Trek aan die buik. Ademhaling is door de neus. Laat het hoofd echt hangen. Echt rustig zwaar worden. Menstrueren bent, doe je een lange diepe ademhaling, zeker in de begindagen. Het hoofd hangen, visualiseer dat dek van bladeren en takken boven je. En doe die vuurademhaling, het laatste stukje van de beweging. Het laatste stukje van de kriya. Standvastigheid, wilskracht. Komt vanuit die navel. Hoofd naar achteren. Laat het zwaar worden. En adem diep in. Hoofd terug rechts. De adem even vast. Zet de mooie banden aan. Aan de seksorgane navel. En ontspan. Laat alles los. Adem uit. Voel nog even rustig, krachtig staand na. Blijf mooi met de rug recht. Geen iets in. Voel je eigen energie, krachtige energie, levensenergie, je wilskracht en vastberadenheid. Wat allemaal diep in jou zit. En adem dan diep in. Helemaal uit. Dan maak je klaar voor de lange, diepe ontspanning. Maak jezelf helemaal warm. Dus veel energie genereert. Voeten lekker warm. Als je helemaal in een kokonnetje ligt. Handen zijn mooi naast je lichaam. Handpalmen naar boven. En ontspan op elke ademhaling dieper en dieper. Visualiseer. Bedenk dat je in een bos ligt, omgeven door de eiken. Door de wijsheid en kracht van de eikenbomen. En het ruisen van de bladeren.
de wind door de takken. Hoor je zachtjes. En die stilte van het bos, die stilte van de eik, mag je jezelf laven. Ontspan je jezelf. Geef je over aan de aarde. Ontspan je in heel je lichaam. Elke vezel ontspant met elke uitademing dieper en dieper. Je hoort alleen de bladeren boven je. De geluiden van het bos. Misschien spreekt de eik zelfs tegen je. Ontspan in de rust van de eik. De eik die je voedt.
langzaam terug. Maak jezelf wakker. Beweeg de vingers, de tenen. Daar rondjes met je enkels, met je polsen. Strek jezelf helemaal uit. Gaap desnoods even helemaal. Maak jezelf wakker. Doe de cat stretch aan elke kant 2 keer. Doe een voet. Ga met je rechtervoet in de knieholte. Laat de knie vallen. Torso draaien. Hoofd gaat de andere kant in. Tegengestelde richting. Om je lijf wakker te maken. Aan elke kant 2 keer. Kom je met de benen, de knieën naar de borst toe. Ga je eerst van links naar rechts. Maak je rug wakker. En daarna doe je voetzolen en de handen tegen elkaar. Wrijf je desnoods ook even over je gezicht. Maak je gezicht langzaam wakker. En kom je met de knieën naar de borst, heen en weer gewiggeld, omhoog. En dan gaan we zitten in easy pose. De meditatie is wel zittend. We hebben een hele mooie Breath of 10, als je genoemd, uit 1995. Rug is recht, zit een easy pose, kin iets in. De handen zijn open, de vingers zijn gespreid naast je lijf. Zorg dat je rug goed warm blijft. En wat we gaan doen is in 5 stappen ademhalen, in en in 5 stappen uit. Gaan door de neus in 5 halen in en door de mond in 5 halen uit. Dus ongeveer 15 centimeter van de handen van elkaar af dan. En dan door de mond. Vijf ademhalingen uit, 5 in. Ogen zijn gesloten, kijk naar het derde oog. En kom in een ritme met de handen en de ademhaling. Dus inademend door de neus ga je naar binnen toe. Vijf ademhalingen. Uit door de mond ga je met de armen, handen ook naar buiten toe. Concentreer je op de ademhaling en ook op de energie tussen de handen. Voel wat daar ontstaat.
ademt in door de neus als de handen naar elkaar toe gaan. Je ademt uit door de mond als de handen van elkaar weggaan. Vingers zijn geopend. Concentreer je op de energie tussen de handen. Laat het ritme van adem en handen samenkomen.
En adem dan diep in. Hou de adem vast. Leg je handen op je gezicht. Druk stevig met je handen tegen je gezicht. Hou de adem vast. Hou vast die adem. Hou vast, hou vast. En adem uit. Handen van je gezicht. Adem weer diep in. De handen over je hartcentrum. Stevig aandrukken. Hou de adem vast. Hou vast. En adem uit. Haal de handen rustig van je hartcentrum. Adem in. Druk ze tegen je navelcentrum. Stevig. Adem diep in. Hou de adem vast. Vast. En adem rustig uit. Leg de handen op de knieën. Voel even rustig na. Werken je elektromagnetisch veld om deze te versterken door de energie tussen de handen ook. Het is een krachtige helende energie. Het stimuleert ook ons immuunsysteem. En als je deze 11 minuten doet elke dag, in ieder geval van 40 dagen, dan worden je chakras aligned en gezondheid, health giving pattern. Dus dan is het een gezondheidgevend patroon, komen ze in ieder geval aligned in dat stuk. En je hoofd wordt er helder van. En je komt tot rust natuurlijk. En vrede. Het is ook een vredelievend, zeg maar. Zachte beweging. De handpalmen tegen elkaar om uit te tunen. De eerste keer is voor jezelf met middellang time sunshine. De tweede keer is voor alle mensen om je heen die het nodig hebben. De derde keer is voor het universum, voor de natuur, voor de bomen. En dan na 3 keer satnam. Adem diep in. En helemaal uit. En in om te beginnen. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on, guide your way on.
We buigen met onze hoofd naar de grond, naar de aarde. We buigen voor onze eigen satnam. Buigen voor onze innerlijke waarheid, identiteit. En dat ons hart mag overstromen in ons hoofd. Satnam. Ik wil graag nu nog de ruimte bieden om dingen uit te wisselen tussen elkaar. Je ziet het als een theemoment naar de les, maar dan online.